Hi, ik ben Dave van de Dave Podcast. Vandaag heb ik mijn schatje Sally in de studio. En we gaan weer gezellig babbelen over ja, een beetje lul in de ruimte. Gewoon. Let's talk. Uit Paramaribo, Suriname. Dit is de Dave Podcast. Met Dave van Aarde. Sally, welkom. Dankjewel Dave. <laughs> nu ga je wel naar me kijken, toch? Ja, die, maar kan ik mijn telefoon niet? Je zet? mag het overal zetten. Maar als mijn man belt, moet ik je nog opnemen. Megado. Zo zwaar is die controle? Huh? Sociale controle. Maar dan, er moet een er reden zijn waarom zo'n sociale controle er is. Hè? Nee, ik heb, omdat ik met een leuke man in gesprek ga, dus dan wil hij weten als ik op tijd klaar ga zijn. Oh, oh. <laughs> met, met het gesprek bedoel ik. Ja, 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 ja. nee, maar uh, is, is die lijn zo strak dan? Nee, om iets. Uit, is er is spatie, maar kunnen we bij het begin beginnen? <laughs> Je gaat in mij naar Nederland, heb ik begrepen. Ja, volgens planning in mei. Oké, okay, want alles is nu wel opengegooid, gelukkig in Europa. Dus ik denk ook dat je gaat. Hoe kijk je er naar uit? Ja, ik was in het begin heel erg enthousiast. Nu nog steeds, maar niet zoals vorig jaar. Want ik zou zeder 28 november moeten vertrekken, want de show zou ergens in december zijn. Mm -hmm. 5 december is toen verschoven naar februari. Ik raak een beetje gedemotiveerd, want ik had al ingepakt, alles had ik al klaargezet. En twee dagen voor vertrek zeggen ze: Nee, het gaat niet door, hou even aan. En zo, weet je, dan moest ik weer alles eruit halen. En je weet, als wij Surinamers naar Nederland gaan, dan brengen we een hele ijskoelkast <laughs> met alles sambal. En dit, dan moet je weer eruit halen en dat soort dingen. En nu, uiteindelijk, heb ik vernomen dat alles weer open is. Mm. Ik hoop dat het zo blijft en dat het niet weer. De verkeerde kant op gaat en dat ik uiteindelijk mee kan vertrekken om die show te doen. En uh, hoe lang blijf je dan in Nederland als ik vragen mag? Uh, volgens planning een vier weken. Vier weken. Hmm. Maar, maar ik mag langer blijven, als en, ik wil. En nu ben je een uurtje bij mij en daar is dat die controle ja. als zo strak. Gaat je maar ook met je mee dan? Daar word ik betaald. <laughs> oh, dat vind ik niet erg. Dat vind ik niet erg. En hoe lang zullen jij al samen als ik vragen mag? Um, ik het is een grap. Oh! <laughs> je in een relatie? Uh, <coughs> Ja. Oké, okay. en gelukkig? Ik doe mijn best. Je doet je best. <coughs> ik heb begrepen dat je verpleegkundige bent. Dat is waar. Hoe heb je dat ervaren in deze tijd? Je bent een held trouwens dan, of heldin, sorry. Ja. Um, vind jij dat de manier hoe het is aangepakt goed is, of zou je het anders hebben gedaan? Uh, kijk. Niveau, je kan dingen niet van tevoren zien dat gaat gebeuren. Ik zit in de zorg en in het begin was ik natuurlijk ook huiverig. Ik was bang. Niemand weet niet hoe om te gaan met COVID. In het begin waren we like: er komt een patiënt met de ambulance naar binnen, je pieps of je afdeling. Keek, ze gaan naar de intensief keer. Ik alles ga je tellen. Maar naarmate na twee jaar is het like normaal geworden voor ons. Voor mij althans. Ja. Weet je? Maar in het begin was het ook moeilijk om. om om die patiënten te verplegen. Maar naarmate soms waren de patiënten ook niet uh, eerlijk, kijk, dat soms juist het moment dat ik geen mondkapje aan heb, stel mm -hmm. ik was net klaar met mijn handen wassen en daar komt iemand binnen en die geeft het niet eens aan. Dus als ik niet zelf. Uh, iets was gaan halen uit die tas, dan zou ik het niet weten dat die persoon positief getest is. Maar dan was ik al blootgesteld. Zeg maar. Ja, ja. Dus je bent maar, soms wel. Maar ik, uh, ik ben niet bezig te roeven of te stelen hmm. of mensen op te lichten. Ik ben bezig met. Uh, de, om mijn mensen te helpen. Dus had heeft me niet gestraft daarvoor. Dus ik was uh, bespaard gebleven. Heel mooi gezegd. Eerlijk gezegd, jullie hebben echt dikke rond. Want... Ik zou eerder met iemand koffie-koffie gaan slaan dan een persoon met COVID gaan behandelen. Vooral in die beginperiode. Yeah. Zo kijk ik ernaar, althans. En yes. um, <coughs> ik ben ook bezig met zwangere vrouwen. En ik heb ook heel veel zwangere vrouwen meegemaakt die uh, positieve tests waren. En alleen om die kleding aan te trekken, om naar zo'n patiënt toe te gaan, dat is al enerverend, je. je. Je wordt helemaal nat, dus alles. nat Ja, helemaal <laughs> nat en dat is zo van alle kanten. Maar het moest wel en uh, het is mijn geluk. En ik ben blij dat we zo zachtjes aan uh, de goede kant op gaan, zie ik. Denk je dat er weer een lockdown komt? Ik hoop het niet hoor, mijn man. Ja, nee, ik Kijk, kan ook ik, niet meer. Maar ik, ik kan ik naar mijn... Strat, maar ik kan niet straat zijn. Dan misgaat je dan aan de straat Ja, de andere kant. Maar, maar als je kijkt naar hoe men nu naar COVID kijkt. Denk je dat ze nog steeds gaan zeggen lockdown? Of is het van, hé, na COVID, ja, liepa hertori. Ja, dus uh, lockdown is opgegeven. Maar men moet niet vergeten dat COVID er nog is. Toevallig toen ik je belde had over beide COVID. Ja. Hoe heb je het ervaren? Vanaf het begin tot... Dus eigenlijk pas aan het eind ben ik besmet geraakt. Hoe weet ik ook niet. Ja, nee, maar hoe... is het als ik iets ging? Ja, ik was uh, echt ziek. Ik was plat, drie dagen... Het was juist oud opnieuw, waar ik, <laughs> daar kon ik nergens heen. Ik ben niet eens naar buiten geweest. Ik moest via Twitter kijken <laughs> naar buiten hoe mijn buren Pagara gingen afschieten. Maar, Zo erg was het? Mm, ik was binnen. Dus eindelijk zijn je schatjes op straat dan kan je niet gaan? Ja, toch. Verschrikkelijk. <laughs> ja. Nederland. Um, de reden waarom ik je heb gevraagd om te komen is, ik ga je eerlijk zeggen, mijn vrouw kwam thuis. Alleen maar Sally, 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 je moet haar bellen, je moet haar bellen. Ze is de lolligste persoon die ik ooit heb gezien. Ze heeft enorm van je genoten. Je weet hoe mijn vrouw is, neem ik aan. Ja, oké. Okay. zij oh, is, is, <laughs> okay. is het. Zij is het. Maar Als je een aanbieding krijgt in Nederland, wat zou je dat doen? Aanbieding voor? Om langer daar te blijven. Zijn dat je aspiraties? Ja, uh, je, ik, ben, je ik, ben, ik, ben, ik ben. Ik heb ook verplichtingen hier in Suriname. Uh, ik, zit, uh, ik ben voorzitter van Sambal uh -huh. Ik ben de trekker van Sambal Trassi En we zijn. Uh, ...de mensen eigenlijk een show te goed eigenlijk. Want onze shows die in april 2020 gedaan zouden worden... ...is uitverkocht. Maar toen mocht, tot nu toe mogen we nog niet in het theater. Dus die mensen hebben hun kaarten. Dus ik moet die show nog gaan geven. Dus ik kan niet te lang... Ja, uitverkocht. Zes oh. dagen achter tot met 13 april. Eh? En straks zijn we weer in april. <laughs> maar uh, hebben jullie in de tussentijd nou daar wel nog geoefend? Niet meer, omdat ja we mochten niet echt zo vaak bij elkaar komen, weet je, en uh, we hebben wel contact onderling mm -hmm. met de acteurs, maar uh, ik heb ze wel al voorbereid dat, dat het anytime kan gebeuren, maar ik weet niet hoe de overheid dat zal regelen met het theater. En dat ik langer ga blijven in ieder kan ik nog niet zeggen. Ik moet alles hier afronden. Ik heb mijn werk ook nog en zo. Ja, nee, maar stel dat iemand komt blijven wat langer, dan uh, moet je dan terugkomen om papieren te regelen. Dat je kan goed, toch? Of ja, kijk je bedoelt... er naar uit? Je wil om daar te blijven. Yeah. Dat bedoel je met yeah. En uh, Eigenlijk, ja, wat moet ik zeggen? Want je bent entertainer en daar is een grotere. Ja, precies. Ik, ga, ik sta er open voor. Maar op dit moment kan ik niet zeggen van ja ik, dat ik het ga doen. Ik weet niet wat de toekomst brengt. Maar ik ga kijken wat het is. Want in mei, de show die ik ga doen in mei, is weer een ander niveau dan yeah. wat ik gewend ben. Ik ga voor het eerst in het theater in Nederland en met zulke grote artiesten. Misschien vinden ze me goed en ik krijg aanbieding. Dan ga ik het wel grijpen. Vooral nu met deze situatie in het land. Dat mag ook weer. Want adine je niet ja dan zitten je dat En uh, voor artiesten is het een hele moeilijke periode geweest. Ja. Want je bent, je mag niet optreden. Hoe, heb je, hoe ben je daarmee omgegaan dan? Uh, om eerlijk te zijn, entertainment... Is eigenlijk niet zo betaald in Suriname. Mm -hmm. Je kan niet ervan leven. Het is, is je hobby. Maar in een kant, okay, je kan het doen. Dus ik deed het naast mijn werk, zeg maar. Ja. Maar ik begon het een beetje druk te krijgen. Met, en ik, ik werd veel gevraagd. Waardoor ik had besloten... om dan niet meer vast te werken voor het ziekenhuis. Ik had het ziekenhuis geparkeerd. Ik ben toen fulltime entertainment gaan doen. Echt bijna drie jaar. Ja. En, en nu is COVID gekomen. Dan moest ik weer terug. Maar je je niet opgefokt. Ja, ik kan het zeggen. Ja, want Amonine komt binnen. Ja, maar ik bedoel, je zegt zelf het betaalt niet goed. Dus eigenlijk, ben je begonnen eerst omdat je er echt van houdt, mm -hmm. neem ik aan. Dus het is ook een deel van jou eigenlijk, om mensen gewoon te laten lachen, mm -hmm. neem ik aan. Weet je, we, zelf dus niet gewoon gek dat ik bel maar, toe, maar hey, ik ga voor jullie optreden vandaag, of met jongetje in een show. Of, hoe oefen je dan? Ben, want je zei, je ben niet, bent niet gemotiveerd. Ja, ik, op zich, ik hoef ik het niet. Als het, op, um, als het oh. met sameltrasi is, ik, geef, ik schrijf het verhaal, ik verdeel die rollen. Ik ken het verhaal uit het hoofd, dus mm -hmm. we komen bij elkaar. Maar ik ben iemand, ik ben op dat moment, weet je. Ik, ik, ga, daarop, ik ga antwoord geven op wat je me vraagt in een, in een theaterstuk. En maar voor je stand-up, be ja, bereid je je ook <coughs> zo voor op die manier? Nee, op, voor mijn stand-up bereid ik me wel voor. Anders dan in, in een groep. Je, dan uh, ga ik echt zitten en schrijven. En kijken waar, waar ik uh, uh, het gezellig kan maken. Waar kan het komisch gebeuren. Weet je? Uh, hier moet er een hoogtepunt zijn. Maar ik meng meestal mijn... Ik praat niet aan één stuk de uur lang. Ik, mm -hmm. ik, ik, ik mix het met een beetje zang en een beetje dans erin. Zodat die mensen niet in, uh, gaan balen. Ja, dat is jouw... Ik heb gezien, je kracht is dus echt met het publiek ook omgaan. Mm -hmm. voor, voor de, vooral de mannen heb ik begrepen. Ja. <laughs> Als je kijkt nu naar Suriname, denk je dat we uh, de goede kant op gaan in de zin van hoe. Ga nou, het goed stellen, die vraag. Denk je dat het theater weer open gaat hier? Ik denk het wel, dat het open gaat, maar ze moeten het goed gaan regelen als ze uh, zeggen van Mohana, regels en ach niet. Want kijk, we hebben maar één theater nu in Suriname om. om Dingen te doen bijvoorbeeld toneel, drama, dus een schouwburgspel spel, zeg maar. Er is geen tweede, dus en daar zitten we bij elkaar. Je kan niet anderhalf meter zitten. Dus ik wil geen reclame maken, maar er is toevallig een tweede geopend. Maar, maar het is, nou er is, een is Sabi? Ja, dus er is het, Moggie, Pingy toch? En maar, ja, dat Nou, <laughs> <laughs> Was het maar zo, Azuria gebouw. Het is een auditorium Oh, Asuria van dingen daar. Die hele grote. Ik dacht aan self Reliance. Nee, no, nee, no, nee, no, nee. No. Dus Asuria heeft. Uh, het is ook tijdens COVID geopend. Mm -hmm. Dus eigenlijk hebben veel mensen het gemist. Maar je, je kan meer mensen dan Thalia erin zetten. Mm -hmm. Hun sound is up-to-date. En het, het heeft boven en beneden ook ja, en zo. Het is eigenlijk heel Kijk, mooi. Ik zag, eigenlijk. Het, ik zag die beelden op Facebook. Ik ben zelf nooit er naartoe geweest. Maar maar ik kijk er naar uit. Dan vind ik het wel een goed idee. Ik wil graag daar zijn. Ik zou je het eerst aanraden, want je kan volgens mij 700 mensen erin zetten. Dus mochten ze zeggen uh, dat je één stoeltje vrij moet laten, dan heb je al een drie barkjes zoveel mensen erin. Dan dus is het groter dan onstage uh, ja, om op te treden. Ik, ik zie graag dat mijn mensen vooruit gaan. En nogmaals, ik heb zoveel van je gehoord, dus ik wil graag zien hoe je bezig bent. Jij ga je uitnodigen, ga je voorin zetten. Nog een beetje over je ga voorzet. <laughs> op de gastenlees voorin, helemaal. Maar je moet wel die bed weg. Nee, nee, nee. Maar vandaag niet doen. Ik heb echt gezegd, ik heb uh, getatoeëerd hier, dus dat gaan we niet, uh, <laughs> gaan we niet doen. Mm -hmm. Maar goed. Um, toen je opgroeide, toch? Ik spring hier altijd van de haak op de tak. Mm -hmm. Kom je van Mungo? Heb ik gemerkt. Ja, ik hoor ervan om te springen. Mm -hmm. Je kwam van Mungo, heb ik begrepen. Ja. Als je nu kijkt naar Mungo en, en hoe het vroeger was, um, denk je dat het daar nog goed komt? Ja, ik, ik kan niet zeggen dat het nog goed komt. Kijk, ik ben, ben ook lang niet geweest, bij twee jaren, zo ben mm -hmm. ik niet geweest. Maar uh, vergeleken met toen ik daar bleef, is het uh, heel veel achteruit gegaan hoor. qua. Uh, werkgelegenheid, ik zie ik heb nog families daar wonen maar nee. zij gaan niet weg vandaar, dus, omdat ze ook al gewend zijn met de plaats en de omgeving maar uh, qua, uh, die gebouwen daar en die huizen zo daar vooral het uh, stafdorp kan en zo daar is echt uh, verlaten Ah, ik had Casablanca gefilmd ja. een tijdje geleden. Het was echt triest zien. En ik, ik ken Casablanca. So ik vond het altijd zo mooi. Ik zeg het als White House. Het is de White House van Suriname. Of het huis. Het, het, de White House. Maar, Engels, nou, maar, nou, nou, al, de nou de House. White House. Uh, <laughs> <weet> nou zo. <also. laughs> uh, uh, het was zo mooi vroeger. Ik vond het altijd leuk om daar. In mijn jeugdjaren ging ik vaak daar naartoe. Yeah. En daar spelen. Maar nu is het zo helemaal verwaarloosd. Het is niet meer mooi. Ja, weet je waarom ik het... Ik ben uh, Als ik kijk naar frans ja, naar Europa is daar zo... Weet je, en Mungo is niet ver van Albina. Ja. Maar als ik op Albina ben, ben ik een beetje bang. Eerlijk gezegd, uh, het is best wel grof hoe daar, laat me het zo zeggen. Mm -hmm. Vooral als Fotomang. Dan zie je direct dat je niet echt mm -hmm. daar hoort te zijn. Ik vind het jammer eigenlijk, want eigenlijk is dat onze beste plaats om business te doen, weet je dat? Mm -hmm. Ik zou daar een prachtige stad op kunnen zetten. Ja, en meer, de vice-president komt vandaar, dus hij zou hij daar eigenlijk mooi moeten maken. Precies. En echt toeristisch, vooral het strand daarop bij Albina daar vond ik ook leuk om te gaan doen. Ja. Ik ging ook vaak daar zwemmen, maar nu is het zo verlaten daar. Maar ik vind het ook vooral en men moet het niet verkeerd opvatten, maar misschien is het aan, aan de manier hoe men omgaat met de vuilophaal daar of wat. Maar het ziet er heel vies uit, onverzorgd. Ja, het is vies. Uh, laat het gewoon zeggen zoals het is. Mm -hmm. après mm -hmm. um, Maar als maar ze dan naar andere gebieden waar ze geen vuilophaal hebben. En waar ook uh, Surinamers wonen, dan is het wel schoon. Is het dan niet dat gewoon men van het dorp een beetje zelf moet gaan opletten? Van ik, hoe gaan we het aanpakken? Ik denk het wel dat die mensen zelf daar en, uh, ook aan zichzelf moeten werken. Van, hey, wij wonen hier en uh, het is onze omgeving, dus laten wij het dan zelf doen. Niet altijd wachten op, op de overheid en zo. Ja, 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 want het is echt, men heeft niet door hoe mooi dat gebied is ja. eigenlijk. Maar jij ziet jezelf niet meer aan die kant? Zie je zelf eerder in Amsterdam? In Rotterdam. <laughs> Maar ik denk niet, Mungo is mijn geboorteplaats. Daar ben ik geboren, ben, daar ben ik opgegroeid. Ik vond altijd leuk, vroeger wilde ik Mungo nooit laten. Ik had, ik had heimwee toen ik pas in, de, in Paramaribo kwam. Ja. Maar nu is dat gevoel er niet meer. Hoe lang ben jij al in de stad nu? Vanaf 2001. Oké, okay, dus yes. bijna de helft van je leven, of meer dan de helft van je leven. Dus ja, voel je meer fotobang nu dan Mungo nu ja. is? Ja, niet echt voor Toma, ik ben nu op, uh, ik ben een beetje boeiend ik hou van een rustige omgeving. Ja. Oh. Waar zit je nu, als ik vraag maar Lely dorp. Oh, dorp. Oké, mm -hmm. oké, okay, okay. grappig. Ik ben aan die, ik... toen ik werd geboren was ik aan de Tawajari weg, dus oh, oh, ik ben ja, dorp. Oh ja, oké. Ai, 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 grappig, grappig. En, sorry hoor, ik heb een beetje allergie aan mijn rug, dus met ik... slag-eventjes, ik ben... Uh... Maar die ik, covid ik Wat heb je gegeten? Dan? Nou, ik heb, uh, Ik weet het niet. Vanaf ik COVID heb gehad. Uh, Zodra ik het een beetje warm heb. Dan krijg ik een oh, jeuk. Okay. En als ik Mooi iets verkeerd eet. Ja, ik heb een plus van jeuk. Het wordt krassig. <laughs> en, als ik bepaalde dingen eet. En, maar het lukt wel. Hey boy. Um, ja, ik wil het weer even hebben over. Uh, je, je optreden eigenlijk. Ja. In, in het buitenland. Um, reden waarom? Ik keek op YouTube naar je show. Mm -hmm. Je hebt volgens mij iets van 400.000 hits gehad, besef je het? Ik, ik, ik heb niet erop gelet hoor. Maar is het jouw eigen kanaal? Of nee. is het van iemand anders? Van uh, een van mijn werkers, van Zambeltrasie. Die ging me. Yes, ik zag het niet. Ik was niet echt zo serieus met dat van YouTube en zo. Dus okay, als we iets, een, een opname hebben gedaan, dan zet hij via zijn uh, channel en zo. Ik, ik heb geen tijd om een channel te, te onderhouden. zeg maar. Ik wilde ook graag gaan vloggen en ja, dat soort dingen. <coughs> maar met uh, wat ding. Ja, maar tegenwoordig is dat bijna niet meer. Uh, je moet het bijna nou doen. Want je ziet, alle artiesten zijn ermee mm -hmm. bezig, want daar bouw je wel je eigen publiek. Maar ik heb weinig surinamers gezien, die 400.000. Hits halen. En je hebt een, langer dan een uur heb je gesproken. Dus je hebt verschrikkelijk veel. Uh, je hebt het heel goed gedaan eigenlijk op, 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 op het internet. Ja, ik zie die, uh, die kleine fragmentjes. Zie ik ze vaak op, op TikTok. Weet je? Ja, ja. Ze, ze doen mijn stem na en dat, dat zie ik wel veel. Ik vind het leuk, allemaal. Hoe, vind, hoe, hoe voelt het dan in mensen? Dan? Soms als ik een video zie, zie op een TikTok en dan hoor ik dat het mijn stem is, dat, dat doet het me wel van, van hé, hey, saam. Die Jukka vrouw even me nageboot, zeg maar. <laughs> dus zij vinden me ook leuk. Dus ja, ja het ja. geeft allemaal een goed gevoel. Want ik denk dat... Um, je, je kan er meer mee. Snap je wat ik bedoel? Want vaak zie je mensen 10.000 hits, 50.000 hits. Maar voor Barky doe ze soms maar... is geen grap. Dat wil zeggen die mensen echt van je houden. En je hebt een uniek ding. Je kan... Uh, sorry, behalve als je lollig bent... Kan je soms ook een mannenstem erin gooien. Dus... Dat, dat kan niet iedereen, snap je wat Dus je, mm. je hebt een unique selling point. Mm. En uh, qua uitstraling heb je altijd een soort, je weet toch, lief, lief, lief persoon. Ik ben lief. Je bent lief, nou ja, ik zal wel. We gaan het nog maar spreken. <laughs> nee, maar de mensen houden van je. En ja, ik, dus het is, is ook de, de manier hoe je omgaat met die mensen. Weet je, ik ben, ik ben niet een te dingen persoon, weet je. Weet je, ik... ik, ik ik ben niet altijd zoals ik ben op het podium. Als ik op het podium ben, ben ik ook weer heel iemand anders. Dan ben ik echt, oké, okay, is mijn thuisfront, is mijn werkplek en mm -hmm. hier ga ik door. Maar aan het werk, soms vragen ze me, laten we eens lachen. No? En dan zeg ik ze ook, Ja, dat theater, ja. <laughs> dus ik ben weer een, iemand anders. En ik ben ook van dingen, dan ben ik rustig. Maar de meeste comedians die ik ken, zijn in privé juist heel rustig. Mm -hmm. Of ja, maar, of ze, ze verwachten dus dat je constant lollig bent. Ja, kan maar... dat niet vervelend zijn soms? Ja, soms verwachten ze van als ik ergens ga op een feestje, als ik ben uitgenodigd, dan, dan ga ik me rustig gedragen. Dan ben ik een nette meid. Ja, oké, jumpo, jumpo. Maar als je op een huisfeestje bent en alleen met Matis? Ja, maties. met Matis, dan, dan, dan kan ik gek doen, ja. Maar is dat je vraag of ga je dan uit jezelf uit mezelf, als het vrienden is onderling. ja, 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 ja. Oh, maar dus laten we zeggen, ik nodig je per ongeluk. Ja, als je me niet vraagt voor het, om ergens te <coughs> gaan eten, ga ik netjes zijn. <laughs> ga je geen dure dingen vragen. Nee, maar. <laughs> Daarna misschien. <laughs> dan ga ik ook met netjes gedragen. en zo. Ja, ja, ja. Maar het is niet dat iemand komt van: hey, doe even lol, dan ga je gewoon zakelijk zijn. Kan je dat? Nee, ik kan het niet. Je <clears throat> kan niet zo echt op een feestje, ga je betalen, doe iets. Nee, ik kan niet. Het is net je on-the-spot. Uh. Ah, ah. Ik moet me geestelijk goed voorbereiden. Kijk, als ik weet, ik heb een optreden om acht uur s avonds. Want nu komen die optredens weer. Ja, Feestjes heb ik in keer. Wanneer ja, ja, ja. komt tjins op tjins. Dus <tieks> dan weet ik van, ik werk tot... En ik heb uren nodig om me voor te bereiden. Ik ga me geestelijk echt voorbereiden, rustig. Weet je wat? En ik weet van, van, stel als ik thuis ben om drie uur s middags, mm -hmm. Dan weet ik van, tussen drie en vijf moet ik... Of eens voor mijn make-up, voor mijn gezicht. Want ik moet veranderen. Yeah. Zello moest er een <laughs> weet je". En, en daarna <coughs> voor mezelf een uurtje om tot rust te komen. Hey, waarover ga ik praten? Oké, okay, het is zo iemand is jaren. Ik ga snel een gedicht in elkaar zetten. Weet je, dat is leuk. Wat liedjes snel in elkaar zetten. Weet je, ik, ik moet, weet je, van wie ga ik daar zien? Welke gasten? Dus die dingen. Maar ik kan niet komen en dan ga je zeggen, ik hey, doe iets Oké, okay, dus je gaat echt wel helemaal erin. Soms lukt het wel, hoor, maar oh ja, soms niet, niet altijd. Heb je wel meegemaakt dat die krot helemaal niet uh, erin gaat? Ja, dat heb je ook. Hoe voelt het dan op dat moment? Hoe ga je ermee om? Ik weet, dan, dan moet je niet meer. Als je een torige geeft en ze, ze lachen niet, je weet vooral bij. Ik heb niks tegen die rijke mensen, maar soms willen ze elite doen. En ze willen elite lachen en zo. Maar ik wil dat niet. Je moet meegaan. Ja, oh, oh, oh. oh, nee. Gewoon onborzen. Ja, Maar is dus de elite crowd het moeilijkst? Ja. Oh. Ja, hè? Niet allemaal. Maar ik, ik heb dat niet echt. Maar je weet, ze verwachten Sally. Dus op de eerste plaats moet ik goed eruit zien. Ze hmm. willen weten wat ik ga aantrekken. Dus ik, ik moet echt... Komen met AIT-demo weer zo, ik moet anders zijn dan die vrouwen daar. Nou, ja, 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 ja. ja, ja. En en normaal, de normaal zouden ze niet over straat gaan met een laars tot hier met de. Maar ik kan het wel doen, omdat. Namina'sje nou, ook ja, wil, ja, dan. dus ja, ja. Ze zijn allemaal benieuwd, samen met je weer. <laughs> dat vind ik leuk. En is het dat je soms echt helemaal wordt onthaald van. Yeah! Mm. Hoe voelt dat dan, nou? Motiveert je? Ja, het motiveert me om steeds beter te worden, steeds gaan werken aan mezelf. Voel het voelt aan alsof ik Beyoncé ben. Beyoncé. Heb je Beyoncé? Heb je Beyoncé? Hoi mooi. En heb je wel eens meegemaakt dat je dan ruzie hebt gehad met met iemand in de crowd? Een keer was ik. Of ze op een feestje op Lelydorf. En die mannen gingen zo, ze gaven me niet de gelegenheid om te praten. Uh -huh. Weet je, ze waren een beetje zo, ze hebben gedronken. Weet je, meestal huren ze me na 11 uur, 12 uur. Ze hebben ja. eerst dansen en dan gaat de band een break nemen. En dan moet ik komen, zo, weet je. Dan. En ze waren zo, ze hebben heel -hee, het vast. En dan gingen ze tussendoor praten. En wat heb je toen gedaan? Ik heb, die micro ik heb netjes gezegd: van luister, ik ben hier gekomen om jullie blij te maken. De persoon die jarig is, heeft betaald, maar ik vind het zo niet prettig. Heb ik die microfoon gezegd en ik ben Hebben ze nog betaald? Ja, die persoon die jarig is was gekomen, ze ging huilen voor me, kom terug en dat soort dingen. En toen hadden ze gesproken met die heren, hebben ze die heren achtergebracht. En toen heb je wel die zo nog gekregen? Ja. Hoe is het dan om weer op te starten? Het is moet, moeilijk je je om is. weer te komen erin. Het is, het is maar de geluk. Maar je komt, hij goeie dag. Ik moet bossen kolen in de nee, rij. dat <laughs> niet. Ik uh -oh. uh, so. <laughs> Dat heb ik niet uh -oh. gedaan. Uh -oh. Maar uh, vind jij dat ze dat deden omdat ze misschien uh, dachten dat het is Sally Dat ze daarom gingen pesten? Ik, ik zag het niet als pesten, maar sommige Mannen zoeken gewoon aandacht. Okay. Weet je, dus het is niet hun feest, maar ze willen dat, dat ik ze erbij betrek. Maar ik geef aan Tori, wacht even. Weet je, ze gaan opmerkingen maken. Weet je, je bent sexy, mag ik dit? Ma het stort me. Ze zeg op de manier spelen? Mm. En daar had hij eigenlijk helemaal uit je voeten. Ja, en je, je, je had mensen die uh, rustig gingen zitten. Voorzitter, met die en, microfoon. Ja, ik, ik word, <laughs> ik, <laughs> ik, ik word nerveus als ik langwerpige dingen zie voor mijn mensen. <laughs> oh, ga door, ga door. Ik, ik, ik ken hem. <laughs> <laughs> hey, is leuk, luipen kan je zien. Ja, dus we hadden het over langwerpige dingen. En toen keek je naar hem. Je ja. kent ja. hem. Ja. Hoe goed ken je hem? Mas ma-ex. ex <laughs> Ex-kulika. <-kollega>. Hindi <laughs> lang nga gano'n. Kaya dito alas besa. Huwag ko ito nito. Nihar. Sorry, or pa. Masa ang krap. Ah. Uh, <clears throat> Maar bij wanneer naar huis? Ik probeer het gewoon te begrijpen. Ja. Want ik heb je nog nooit op een feestje gezien, dus vandaar. Wanneer wordt uitgenodigd? Is het dat die mensen die stoelen echt voor je zetten? Of ga je helemaal gewoon tussen de crowd en alles en zo? Ja, ik, uh, mijn manager regelt dat alles. Oh ja, dus. manager? Ja, ik werk met manager. Ik doe niet zelf. Niet, nou? Wie is je manager als ik vragen mag? Uh, de naam en mensen. Oh. De heer Sabiran is mijn manager en uh, hij zorgt ervoor dat ik een plek heb om te staan mm -hmm. en dat het veilig is daar en de dj is al bezig dus als ik kom dan, dan doe ik mijn ding een uur en dan ben ik weg. Is het dat het uh, makkelijker is om te werken met een manager? Ik vind wel mm -hmm. omdat ik dan uh, niks hoef te regelen, alles is geregeld, mijn vervoer naar het feestje is geregeld uh, mijn drinken is geregeld, mijn tissues zijn geregeld en de uh, financiën zijn geregeld. <laughs> je tissues, waarvoor heb je zo nodig? Ik weet het <laughs> al. Mijn broeder een vijf ja, vrouwen ik die hotte mannen. <laughs> dan wil ik dan, dansen en dat soort dingen, weet je. Oh, maar je, je, wil, je, je, je wil echt de hele tijd deppen dan ofzo? zo. Ik, nee, ik, 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 vind... ik wil altijd iets om te deppen. Ja, Oké, oké, oké. als ik gewoon naar hem kijk, dan weet ik van hé, hey, het moet komen. <laughs> Hij okay, doet al dat voorwerk en uh, al mijn zaken. Kijk naar het buitenland hmm. gaan. Uh, de afspraken met de organisaties daar. De contracten en dat soort dingen. doet hij via ons uh, e-mailadres en zo. Maar dan, uh, wanneer dan die contracten komen, dan Lees jij ze ook zelf? Yeah. Of heb je blind vertrouwen op die manager? Ik, ik, ik weet ja, niet of die ik, band is. Ik, hoor, dus ik daarom... Hij, uh, hij f, f, stuurt, het, stuurt ook een CC naar mij en dat soort dingen. Maar soms lees ik het niet. Ik vertrouw We werken al vier jaar met elkaar. Oké, okay, is wel uh, heel fijn. Maar ja, want ik, je hebt een heleboel artiesten die heel goed zijn. Maar je hoort niet vaak dat ze een manager hebben in Suriname. Dat is, is nodig. <coughs> ik, ik vond het in het begin <coughs> Sorry, niet nodig. Maar op een gegeven moment werd het een beetje te veel voor me. Om um, alles zo bij te houden waar ik moet gaan optreden, waar niet. En weet je, ik wil niet daar staan. Ik vind het onprofessioneel naar nou, het optreden en wachten. Oh, ze moeten me betalen, ik moet weg. Ze hebben mijn bankrekeningnummer, alles gaat hier al niet. Zo aan 20, 22, ja. <laughs> De Pinpas. Oh, je neemt geen cash. Ja. <coughs> nee, de Carroof, niet al. Ja. Maar uh, om terug te komen op die manager, hij is dus ook degene die al die planningen doet voor het, voor het ja. buiten. Vind je dat ze agressief uh, genoeg bezig zijn met jou, of moeten ze het nog, nog agressiever doen? Wie? Meer werk voor je binnenhalen, ik weet het niet, want volgens oh. mij moet jij echt veel meer naar buiten komen. Ja, dus ik heb eigenlijk genoeg, maar zo, uh, dus serie... hij. Ik zorg ervoor dat ik die buitenlandse optredens krijg. Dus maar normaal uh, contacten de organisaties mij eerst. Ze sturen me een bericht en dan verwijs ik ze verder, van hey, doe dat voor me. Oh, dat is wel netjes van jou, ja. want niet iedereen werkt zo kring met nee, elkaar. Nee, ik, uh, ik werk niet, en uh, ik heb geen dubbele agenda, zeg maar. Zelfs na hier komen heb ik netjes gemeld van, je bent niet vergeten toch, ik ga naar zo'n interviewtje en zo, okay. Ik doe dingen geen achteraf. Soms, soms heb je van die mensen, <clears throat> als ze via mijn manager moet uh, reserveren... Mm -hmm. dan zegt hij natuurlijk... je moet zoveel betalen. Maar soms heb je vrienden... die zeggen... Hey, kom blijf no naïef. Dat is noods. <laughs> soms wil ik gaan... maar dat deed, dan denk ik nee, maar laat ik niet zo... dingen werken. Laat me hem rustig melden. Van hey, uh, ik moet ergens gaan. En dat soort dingen. Heel mooi. Ik vind het heel netjes van je. Ik heb een keertje... ik had vroeger een discotheek. En uh, had ik Mr. Vegas ontmoet. Hij was hier met vakantie. En niemand wist dat hij er was... En toen zei ik van, ik kom me spelen, nou, zo, 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 zo. Mm -hmm. Ik moet even met, met Jamaica bellen. Ik zeg, maar niet met, maar dat no, broertje. Dus ik vind het mooi dat jij het ook zo aanpakt. Ja. Want vaak is men niet zo professioneel op dat gebied. Nee, ik alles, er is, er is nooit een optreden dat hij niet van weet. Want iedereen filmt en dan plotseling, als, als hij het voor me stuurt, ja, Dat dus is we met takkie, weet je. Ik heb alle respect naar hem. Weet je, hij doet zijn werk, ik doe mijn werk ook. Wel netjes van je. Hmm. Meer mensen kunnen van je leren. Uh, je hebt vooral vroeger in um, groepsverband opgetreden. Ja. En nu doe je het e eentje. Of ja. ja? Ik, ik doe nog steeds in groepsverband. Maar... In mijn eentje is een, ik zie dat als een niveau hoger. Ik heb ze altijd gezegd, in Sambeltras. Ik, 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 ik neem jullie mee. Ja. Maar mijn doel is eigenlijk, ik wil ook als Jan Dino zijn, als Rui Verveer, weet je. Ja. En het lukt me een beetje, het gaat. Maar door die COVID, door elkaar COVID, misdond je. Ja, maar de reden waarom ik dat internetstuk heb aangehaald, is dat eigenlijk moet COVID geen reden voor je zijn om te stoppen, boy. Omdat je. Ja, maar dat waar zou ik gaan <coughs> optreden dan? Ik kon nee, niet weg naar het de camera. Maar ik zou. Nee, mina ma. Heb je het geprobeerd? Gewoon voor de camera's zonder... de Ja, maar dat nee, maar dan. je, maar. je wat vrienden erbij waren je helemaal want ik zou in voelt. 2020 al met Roe Verveer toeren. Ah, ja. Geweldig. En, dan, en toen kwam COVID. That is that on. was dat Dat was in juni gepland. Het is heel mooi als je met hem kan toeren, want ik was, uh, hij was eergisteren volgens mij op de Nederlandse televisie. Ik ben speciaal naar Nederland geweest om die gesprekken te voeren met zijn. Uh, management. management. Zijn vrouw is dat toch, als ik me niet vind. Ja, en, die, en meneer Puré van zijn dingen, die manager of zo, zoiets. Oh, die kan ik niet. Ik weet dat zijn vrouw wel heel strak is ook, ze zijn echt een team op dat gebied. Dus daar <coughs> hadden we goede afspraken gemaakt wat we in juni 2020 zouden doen. Maar toen mocht ik net terug en dan kwam COVID, dat is in maart 2020. Ja. En daar had ik nog Curaçao in verband met een uh, Koningsdag, zou ik daar ook in het theater. Dat was ook, hold, ook van wie COVID. Dus ik had in 2020 drie buitenlandse optredens dus moeten afzeggen. <coughs> ik moet wel zeggen dat ik Rowee props moet geven op dit gebied, want hij trekt echt zijn mensen altijd ook. Ook als hij naar Suriname komt, zet hij veel Surinamers in die show. Hmm. En dat je met hem mag gaan toeren. Want ik heb voor de grap zijn agenda gecheckt van zijn tour. Die man moet bijna elke dag optreden. In, uh, door het hele land rijden. De hele, dat is, het is niet zo Hij twee zou me het echt een, een boost geven hoor, maar door. Dat ik niet meer ben afgereisd. Maar we hebben wel soms af en toe nog contact en zo. Ik vind het prachtig. Ik moet hem eerlijk, als ik hem een appje stuur, ook soms vraag ik hem, want hij geeft altijd antwoord. Terwijl hij super druk is. Hij was echt een special. Eergisteren op de uh, Nederland 1, als ik me niet ver, vergis. Dus hij is echt helemaal mainstream doorgebroken. En, dus, uh, en, dus, uh, als... en hij is ook in die show, van, dus in deze show die ik moet gaan, yeah. daar zit hij ook in de line-up. Dus ik zou hem ook daar aan moeten. Dus mee ik hem weer. En hoe lang moet jij dan uh, op het podium staan? Iedereen kreeg 40 minuten. Dat is niet kort. Mm -hmm. maar, en ik, en ik moest, je moet je goed voorbereiden. ik zei in Dus dat bedoel ik. Maar als wanneer je voorbereidt, bereid je ook voor met Nederlandse grapjes? Of uh, gewoon 100% Surinaams? Ik zou het, het mixen, maar ik moest ervoor zorgen dat, dat, dat ik goede dingen naar voren breng. Sowieso moet ik. Suriname dan itu belah kelakama ke. Nee, mak guru Malaysia, dat <laughs> mino go do, mana kom teriuk. Mas <laughs> di antara dat tu lebih nanti sensang, mami nama. Ay boy, channel Malaysia mm -hmm. di sana apart part cai. Malaysia alat mm -hmm. itu hilang mal yeah. set kong. Enak darah chan, yang kuno nuhi mat pakis. Ja, Mas presiden er dah lagi sih abg wira militer <laughs> pakuan. <wad. laughs> <laughs> obviously, if Ukraine were more, just <laughs> like now Nee, hoor, grapje, hoor, maar, les, hè? Nee, <laughs> maar we kunnen wel wat leren van die leider van Oekraïne. Mm. Ongeacht wat er gebeurt, ik denk wel dat door zijn handelen is men veel nationalistischer geworden. Snap je? Want als die man ook als een beetje was weggerend oh, yeah, uit, uit ja, Kiev, dan zou men niet zo achter hem staan. Maar die man wie, dat hij dood zal gaan daar. zo. Mm. Is dat nee. Is dat Nee. er alles in. Ja. Daar van ja. vijandschap. Ja. Waar, waar ben je? Ja, <laughs> <laughs> ik ben ja. ja, ik denk dat we veel van ze kunnen leren. Wat ik wel heb gezien is dat, In eenmaal je Oekraïne heb aangehaald. nou? dat ook voor oorlog Nee, nee, no, ik no. begreep er niks van. Ik wil dus net zeggen, ik denk dat wij. Ik Kijk alleen maar naar die mooie soldaten. <laughs> ik denk dat we heel veel van ze kunnen leren. Ik naar mijn man. Je mag niet, nog zwaarer, Luc Boem. Ik hoor van Dus dit is een beetje <hazien> klein. <hazien> dit is klein. <hazien> <hazien> Jong. Ja, Boy, is ik koop aan die... die shore, maar dat is iets groter. Ja, maar op aanvang is het klein. <laughs> Je schuilt uit. Of Alles mag. Ik weet niet, alles oh, mag. Okay. Nee, mag alles. Ja, ik denk dat we veel van ze kunnen leren. Maar ik hoop dat we als Suriname totaal niet gaan bemoeien. Mm. Helemaal niet? Nee, niks. We niks hebben onze eigen problemen. Mm. En wat ik wel grappig vind, en ik moet het wel zeggen, want in Suriname of in de podcast praten we over alles, is <clears throat> het is wel toevallig dat... Iedereen nu zegt: kom, we gaan ze opvangen, we gaan ze opvangen. Maar wanneer dat gebeurt in Afrikaanse landen, of wanneer het gebeurt in het Midden-Oosten, oh. dan is men niet zo happig om de boel op te vangen. Oh. En nu zie je dat mensen, want ze hebben zo'n oproep gedaan: dat je kan gaan vechten in Oekraïne, in het Vreemde Legioen. Dus je ziet mensen uit Engeland. Van ja, ik ga helpen om te vechten. Je ziet mensen vanuit, vanuit alle landen kan je aanmelden. Als je wil, mag je ook gaan vechten. Je vindt die soldaten toch zo spannend. Misschien kan je op ze letten terwijl ze bezig zijn. Ik kan masseren en zo. Ik bij de ziekenboeg werken. Maar iedereen mag zich aanmelden. En dan zie ik iedereen zo fanatiek van yes, yes, yes. Ik zeg maar, toen Amerika dat deed met Afghanistan of met Irak, met man, Wat ben je fanatiek. En um, dit is even een stukje geschiedenis. Ja. Kan Cuba, is, <laughs> Cuba is niet ver van Amerika. In de jaren zestig had uh, Rusland kernwapens daar gezet. Toen is de Koude Oorlog ontstaan. Want ze zeggen, je bent te dicht in mijn achtertuin. Dus maar bossen maar, als je dat ja. ding gaat doen. Nu zijn wij in hun achtertuin. En Poetin heeft al een aantal keren gezegd, hoe nou weer meer jullie zijn te dichtbij. Nog, nog sterker nog, Cuba is iets dus van 90 mijl verwijderd van Amerika. Oekraïne grenst aan Rusland. Mm. Nou, we lullen dat. Het is hun gebied. Want Russen en mensen van Oekraïne zijn één. Het is één volk eigenlijk. Het is, het is net als Nikeri en Kwata, zelf <laughs> de staan zo, connectie heb je. Je yeah. niet. Dus ze zijn echt onderling bezig. Ik vind niet dat wij moeten gaan bemoeien daar zo. Ik denk zeker. En Suriname kan er eigenlijk gek genoeg van profiteren. Want goud gaat omhoog, olie gaat omhoog. En in, de, in het verleden. Maar je niet zoveel die bakker gaat je zeggen hoeveel het kost. Als je mag niet zoveel olie uit de grond haalt, die bakker gaat je zeggen hoeveel het kost. Nu in Rusland als grootste olieproducent weg is gevallen, moet ik aan Want er, Amerika heeft de afgelopen 200 jaar elk jaar landen aangevallen. Van Panama tot Cuba tot noem maar op. Mm. Dat was oké. Okay. Dus ik vind het heel grappig en geluk, Of heel raar. Het is een side note eventjes hoor. Maar ik vind het heel grappig dat men nog zo fanatiek is. En nogmaals, ik weet het niet goed wat Poetin uh, aan het doen is, maar met begonnelijk serenamang, man nog goed bemoeien in de collega. Ja, hoe goed bemoeien? jullie, als ik er eens zie, geen materiaal. Gaan jullie handschoenen kopen voor ons en andere materialen, we hebben dat harder nodig. En je die dat aanhaalt. Is het echt zo erg wel, nu? Ja, ik weet niet of het aan de leiding ligt of aan, aan de overheid, maar we hebben heel veel materiaal nodig. Zoals? Geef ons een beeld van hoe daar aan toe gaat, alsjeblieft. Want wij, wij horen, in het buitenland zie je al die beelden van, van een ziekenhuis waar ze gaan filmen. Mm -hmm. En dan wezen ze hoe serieus de situatie was. Of is. Kijk, ik geef, maar, ik, ik geef maar een, een makkelijk voorbeeld. Ik weet niet dat ik me vuil was naar mijn ziekenhuis buiten. Nee, maar maar ik praat gewoon over. Kijk, als je geprikt moet worden, kan je nu niet in het Sint-Vincentius-Prikken. Um, Sint-Vincentius-Ziekenhuis, omdat er geen reagent zijn, weet je. Wat zijn een reagent, als ik vraag? Dus stel, je moet je. je van je bloed gaan laten prikken en je moet het resultaat kennen. Ja. En dan hebben ze iets van zo'n vloeistof die ze gaan mengen met dat bloed, zodat je het resultaat kan krijgen. Oké, okay, en dat is het reagent? Zo so, so so kan ik het uitleggen. En dat hebben ze niet en dan moeten ze ergens anders gaan, waardoor het werk een beetje stagneert. Mm -hmm. Kijk, stel de dokter zegt, oké, okay, we gaan die patiënt moeten helpen, maar die moet geprikt worden, we moeten bloedonderzoek doen. Maar als we, zolang ze die resultaten niet hebben, hmm. kunnen ze dan niet opereren, zeg maar. Dus wat gebeurt? Ze prikken, het bloed wordt dan eerst naar een ander ziekenhuis gestuurd om daar Ekte. onderzocht te worden. Pas was het resultaat. Dus jij zit dan daar langer. De dokter kan ook niet zo vrij werken. Zulke simpele dingen eigenlijk. Ja. Mm -hmm. Maar als je dan kijkt naar um, de situatie vandaag, denk je dat het Zit het er, denk je dat het eerder slechter zal gaan of beter in het ziekenhuis? Ik, ik zie het nog niet uh, goed gaan in het ziekenhuis. Niet? Is het dan geen leegloop op een gegeven moment? Want in de hele wereld zit men echt te snakken naar... Uh, oh, uh, dat krijg behalve, daar praat ik nog niet over, de, de, de betaling van de verpleegkundigen en zo. Daar zijn we ver beneden de grens. Maar... We, ik voel me geroepen, dus ik blijf werken. Maar op een gegeven moment kan je niet zeggen van, het is een roeping, maar alles is een roeping. Ik heb, ik heb benzine nodig, ik rijd niet met, met water naar het werk. Dus dan ga ik uitkijken naar iets beters. Zo gaan de verpleegkundigen weg. Is het niet demotiverend om zo, want eigenlijk, je bent heel erg bezig, ik heb, ik heb een gedicht laatst gelezen van, want ze betalen, ik vind, naar mijn mening, als je kijkt naar wat een arts verdient, mm -hmm. en wat een verpleegster verdient, dan is het helemaal niet in balans. Niet eens een beetje. Eigenlijk. Als ik mijn salaris moet omzetten in euro, hebben we nog net geen 200 euro als een verpleegkundige. En dat is die schoen van die arts, die patten van die arts kost al 200 euro bij wezen. spreken. zijn noep geld als je naar dingen gaat zo. Maar dat kan toch niet, want eigenlijk kan een ziekenhuis niet functioneren zonder zo zusters? Precies. Of verpleegsters, of Verpleegsters, hè? is dat beter? Zeg verpleegkundigen. Verpleegkundige. ja, ja. Ik zei of zorgverleners, zorg zeg maar. Vaak in een ziekenhuis gelegen, vroeger met zo'n broccobonjo, dus het, nou, Zuster! Oh, ja, maar was ik nog geen zuster. <laughs> Maar ik ben ook niet op die afdeling, dus ik zou je niet verplegen. Ze hebben me juist gezet bij die vrouwenafdeling, die baby's moeten krijgen. Dus. Ja, ne? Oh, jij nee. bent bij die afdeling? Oh, oh okay. ja, maar... Ik was bij Broekobonja afdeling altijd. <laughs> ik had een keertje ook mijn borst gebroken. Hmm. Ah, aanrijding, zware aanrijding in 2008. Moest ik uh, zes maanden... Ik had mijn kortgeheugen niet meer. Dus daar vroeg ik je, even wakker? En dan tien minuutjes later, Even wakker jongen. Dus alles was gewoon hmm. gone. En op een gegeven moment dan werd ik stil. Want je durft die persoon niet meer te vragen hoe het gaat. Want nu nee. zit je. heb ik al gevraagd. Heb of ik hem al gevraagd of niet, Isabi toch? Dus op een gegeven moment ben ik schaak. Maar mee, zo je er niet tijd kunnen vragen. Dus ik zou het niet erg vinden als je me weer iets zou vragen. Je zou een misbruik maken, ik moet je baden. Ja, oké, okay. <coughs> volgens mij heeft hij maar niet een... gebaad. Ik was niet in lees van deze. Maar ik kan niet meer, deze is wel gangst. Maar goed. Um, om terug te komen op die verpleegkundigen. Um, ik las dus dat uh, artikel. En dan zeggen ze bijvoorbeeld: soms moet je mensen reanimeren terwijl je bezig bent met een breek. Je, je voelt die ribben breken. Je ziet hoe mensen huilen. Je moet families vertellen hoe mensen zijn overleden. Mm -hmm. Het zijn eigenlijk zulke zware mentale dingen die jullie ervaren daar zo. Ik denk dat jullie nu echt een blok moeten vormen en moeten gaan staan voor. Men moet zien hoe belangrijk jullie zijn. Want mijn moeder was bijvoorbeeld lerares. Mm -hmm. Ze werden net parias ook behandeld tot de dag van vandaag. Als je lerares bent. Je kan je niet eens focussen om les te geven. Is dat niet misschien iets dat jullie in de toekomst moeten gaan doen? Gewoon? Ja, sowieso kijk, en, uh, je maakt heel veel als mens binnen de zorg en zo. Je ziet heel veel, je maakt ook heel veel. En, uh, zelfs dingen die je niet doet voor je eigen mensen, ga je daar doen. Ik werkte ook een tijdje bij de ambulance en uh, slachtoffers ophalen en zo, dat is ook zwaar. En, en uh, die waardering zou je eigenlijk moeten krijgen. Maar dan moet jullie een dagje nog gewoon opstaan en vragen naar die wat Ja, ik zie wel heel hm. veel in, uh, banden of uh, groepen. Nu zie ik ook op social media iets van de nursing en dat. Maar in, uh, er wordt niets gedaan. Er is geen luisterend oor, denk ik. Hoor. Ja, maar ik denk dat de tijd dat men op straat gaat is eigenlijk een beetje achterhaald. Ik denk dat jullie gewoon een dagje zeggen: Oké, okay, dat doen we niks, we blijven thuis. In plaats van op straat te gaan, met om mijn spandoek bron je benzine om voor VP zijn kantoor hm. te gaan staan. Maar een paar keer is ze naar daar yeah. gelopen, heb ik gezien. Dan komt hij naar buiten. Dan zegt hij, hij was het ding. Dan zijn ze al blij. Dan zijn ze blij. Dan heeft hij ze weer drie maanden goed. En dan mm -hmm. na drie maanden oké, okay, maar zitten hoe echte te die En dus elke keer is het hetzelfde verhaal. Dus van mijn gevoel, zeg je gewoon oké, okay, in plaats van um, zwaar op straat te gaan, doe okay, het dan nou zo. Niks doen. Gewoon een leeg ziekenhuis een dagje. Zoek het uit. Laat me op die dat manier is, jullie gaan zijn, Maar laten we hopen dat het goed gaat. Voor dat... Ja, maar je kan niet blijven eten van hoop hoor. Nou, luchap hoor. Dat Kijk, ik, ik, een, uh, ik hou van mijn werk, ik, ik doe het. Weet je, ik heb nog mijn bezigheden. Dus voor mij is het een. Uh, uh, ik, ik, heb, ik, ik, ik kan het nog is zien nog te, te redden, dragen. weet je, is nog te dragen. Maar anderen die alleen zo lieven van, van, van dat werk en zo. Ja, dus vooral over hun heb ik het net. Je zei ook mm. je collega's, mm. ze zullen ook hun stress bij jou uh, ja. uiten natuurlijk. Maar merk je dat, <coughs> merk je het ook in de manier hoe het werk nou wordt uitgevoerd? Uitge uh, ja, je ja, hebt ja, collega's die niet gemotiveerd komen aan het werk, weet je. Er is zoveel, je kan ze ergens begrijpen. Ja. Maar hoe, in welke vorm zijn ze niet gevoerd? Dus geef maar een voor ja, voorbeeld aan. Ja, dan zijn die makkelijke voorbeelden zoals de, de uitbetaling. Soms hebben we wij zijn de laatste, de overheid, de mensen die daar zitten bij CBB. Ik heb niks tegen die mensen die bij CBB of sociale zaken werken. Ze hebben op misschien, de, ze hadden sinds donderdag al geld. Maar wij moesten nog wachten tot gistermiddag. Vandaag is 1 maart en ik kan nog geen geld krijgen omdat ik van de haker in wang ben, zeg maar. Dan krijg je pas na drie dagen je geld, weet je. Omdat ze het ziekenhuis te laat stort. En bepaalde dingen worden niet op tijd gestort omdat er geen geld is. Nooit is er geld voor de zorg. Maar wij zijn wel de frontliners. Ja, ik denk dat jullie helemaal achter tevoren werken. Met mm -hmm. Jullie moeten echt gewoon doorhebben hoe belangrijk jullie zijn. Mm -hmm. Dat moeten jullie echt hebben. Want ik ga je zeggen: ik heb, Nogmaals, ik heb een aantal keer in een ziekenhuis gelegen. En uh, je maakt dingen daarmee. Als je eventjes daar ligt, dan word je helemaal gek. voor alle. Soms staan niet zo aan de U humor. Het is enge shit. <laughs> je moet ermee om kunnen gaan. En jij bent dus bij de kraamafdeling. Ja, verloskamer. Dus daar, da, verlos, verlos, mm. verloskamer moet je zeggen? Mm, yeah. dat? Sorry, dat is een kraamafdeling. Wat is het verschil? Sure? Ja, dus kraamafdeling zijn dan, komen zwangere vrouwen terecht. Soms voor de bevalling zijn ze daar. Maar de verloskamer zelf is waar ze die, waar die baby waar naar weten. Waar ze persen, dus. Ja, waar ze persen. Daar ben je Ja. O, maar, jij zei dat, ik heb een keertje of bij de bevalling als, van mijn ja, ik begeleid, ik, uh, begeleeg, ik uh, verpleeg, ik uh, doe de... Ik assisteer de vroedvrouw al die dingen. Weet je, de nazorg, die de baby's opvangen. Ja, dus ik zag dat net. Dus jij je, je knipt ook nog? Nee, de vroedvrouw doet dat. Maar ik moet dan zo'n vrouw gaan, gaan spoelen, weet je, veel ver toilet geven. Dus die pony wassen. En dat soort. Ja, dat je weet dat veel ver toilet kan Ik heb zelf versneld. Ja, daarom, zetak. daarom. Hoe noem je zelfs veel ver toilet? Ja. Maar dat ook al net helemaal geborst is? Ja, dan gaan ze hechten dan. Maar dan moet jij verder de gaan de met zoveel bloed. En ik al. heb beginnen soms van voor tot naar achteren schuil. Uh -huh. Dan knippen ze. Maar dan komt het wel weer in orde daar beneden. Ja, zo ze echt het. Zeker. Uh -huh. <laughs> maar mij is goed gekomen. Dat is aan de man. <laughs> maar mij is weer strak geworden na mijn druk Heb je ook krimpavirie gebruikt van Mungo? Nee, ik heb dingen. Kill the bitch gebruikt. <laughs> Kill the bitch. Kill themselfie. Aai, mooi. Eh.

Weet als het helpt hoor, ik ben altijd strak, ik, van, ik hoef niet te zitten, ik blijf strak. Waarom lachen die cameramanen dan? Ik hoef niet te stomen toch? Ik ik... Kijk naar nou, wat je, wat je prefereert. <laughs> <laughs> Zou ik je wel een paraclip hebben of hoor? Uh, ja nee, maar dus, ik denk dat het helpt en, en ze doen het allemaal, zie ik. Die, die staan uh, drie maanden lang, zijn ze zo bezig met hun, hun keur, dat ze zo van niet mogen zoeken. Maar je hebt ze nooit gevraagd van of van die man, van Valko, is het nou beter, is het is nieuwer dan Wat voor ik ja. <laughs> <laughs> je? Ik kan. Wat je hem vraagt. Misschien heeft zo'n vrouw ook genoemd, ja. is er genoemd. Heeft ze Vajawatra genoemd? Ja, dus. Nee, hij is, van de, hij is van de stad, hij is van Noord. Hij is van Noord, oh, ja. Die zijn, die zijn niet... Uh... Ja, hij is niet van... Uh... Ja, dat zeggen ze. Het also, kan, als hij is niet als Bordeaux doen en zo. Ik ben er zo mag met elkaar maar wat ik wel grappig vind mm -hmm. is. Dat we van de stad doen alsof we niet bezig zijn met deze dingen. Mm -hmm. Maar vergeet je niet hoor. Als je naar Wintipré gaat, dan zou oh, je eens okay. <laughs> foto hoeveel daarvoor daar zijn. En ook met dit soort dingen. Ja, ik zie ze veel daar richting Parata. Wanneer is zijn nou winterspelen? <laughs> winter winterspelen. Wintipré? Wintipré. <laughs> hij boy. Kijk, Bordeaux trouwens. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik, 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 ben, ook, ik ben een jaartje of zo ouder dan hem, of twee jaartjes. Maar ik had hem nooit gezien en het zou kunnen hoor, maar, maar ik had hem niet gekend. Of amongo Mongo ken je hem niet zelf? Mm -mm. Maar De rest ken ik wel. Misschien bleef hij niet zelf op Mongo, misschien een dorp of zo. Maar ik, ben, ik was zelf aan Mongo. Een dorp, je bedoelt een ander dorp? Een Naast. De dus Dan denk Arap. ik, ja. ik Mungo is volgens mij ook een dorp. Ja, man. dat is na, na Mungo of zo misschien. En waar van Mungo was je? Ook bij het stafdorp zelf? Nee, ik was aan de achterkant. Ik dus zei, ik ben van achteren. <laughs> ik ben van achteren. Bakasee van Mungo. Geweldig, geweldig. Ik was, ja, dus, ja, sorry. Ik ben even <laughs> <laughs> Leed, geweldig. Nou, oh mooi. Heb je wel eens ervaren dat mensen je uh, op een nare manier behandelen? Vanwege je geaardheid? Om eerlijk te zijn, ik was... Op Mongo was ik nog... Ik ben pas 2017 zo so, een beetje echt naar buiten gekomen. Maar op Mongo zelf ging ik gewoon aan, uh, met jongens spelen. Ik, misschien deed ik ergens een beetje meisje-meisje. Yeah. Maar met Hogrimor, de meeste jongens. Mijn vrienden. Soms Sander, wat hoor praten over Mongo? Ik was... Stenen gooien op mensen dak en dat soort dingen. Was, was, ik was super. Ik was de beste in. Ja, maar je kan, je kan toch. Um, hoe noem je jezelf? Gay? Of. Uh, hoe ja, zeg je dat? ik gay, wil gay, geen titel zetten, maar weet, iedereen heeft nu een ja, eigen. Ja, gay zijn voelde ik al vanaf jongs af toch? Ik mm -hmm. voelde al van. Hey, ik vind die jongen leuk, maar je gaat het voor jezelf. Oh, je durft niet, weet je? Vooral toen. Ik ja. praatte over twintig jaar geleden. Ja. En ik ben straks vijftig. Mm -hmm. Zo? Ja, ik ben, ik, ik, Ja, ja ik, ben een, ik ben een MILF. <laughs> Uh, uh. Oh, dus die tijd moest ik het een beetje gaan naar uh, mijn gevoelens. <laughs> <laughs> dus ja, als jij bent meegaan, dan naam, de, want ben je aan het middag toch? Want jij bent nauwelijks 42. We moeten vaker Thorie praten, maar ja, blijf ja. even daar. Na, na podcast ook. <laughs> <laughs> maar nu nog maar een keer, ik bleef erbij, want toen was ik gewoon, <clears throat> ik had veel jonge vrienden, jongens als vrienden. Mm. Ja, met een paar buurmeisjes vond ik het wel leuk om heutjes te spelen, wil ik moeder zijn en ja, dat ja. soort dingen. Maar ik deed ook normaal totdat ik. Na, normaal, naar de buur... je bent normaal. Ja, ik ben normaal. Maar ik had nooit uh, last van dat ze uh, uh, lelijke dingen naar nou, me gingen schreeuwen of zo. Totdat ik bij, en op de Milo zat. Weet je. Ik speelde ook volleybal, Ik heb ik bij Yellow Beurs gespeeld. Dat ja. was altijd leuk. En toen, maar ik had altijd iets in mijn hoofd. en uh, Ik moet uh, iets bereiken in de maatschappij. Een goed werk hebben. En dan kan ik zijn wie ik wil zijn. Oké, okay, ik snap het. Ja, want jij ervaart het in je dagelijks mm -hmm. leven. Maar ik ben blij dat je jezelf bent. Mm -hmm. Dat kan ik je wel zeggen. Want ik, ik vind alweer met groen haar rondlopen. En, ja. en toen ik of, in was wat, dan... 2013 was afgestudeerd. Dan zei ik van oké. Okay. Dan moet ik meer passie doen. Toen ben ik me aansluiten bij Duskabaret. Daar. Mm -hmm. Maar het was nog echt een drempel voor me om vrouwenkleren te dragen. Maar ik, ik verlangde zo ernaar. Maar ik wist niet hoe er mee om te gaan. Ik dacht altijd van, hey, wat gaat mijn familie denken? Wat gaan mijn vrienden van me denken? Maar was Duskabaret alleen mannen die als vrouwen speelden? Of hoe zit dat, dat precies? Daar zijn alle, in Duskabaret zijn er alleen mannen die spelen. Die vrouwen die je daar ziet zijn mannen. Ja, zeker. Dus je hebt meerdere mannen die daar kleden. Ja. Er waren twee... Ja, die ze wonen nu intussen in Nederland, beide. Ze dansten verschrikkelijk goed. Mm -hmm. Ze kwamen bij mij altijd optreden in de jungle vroeger. en so, het bos? <laughs> nee. Oh, jungle. <Jerka. laughs> in die discotheek, in die discotheek. Oh. Ik moet je eerlijk zeggen. Ja, als ik die boys niet vertelde dat het een man was. Mm. Of ja, dus sommigen... Ik zoek asma, je kan er een vrouw noemen, maar ik bedoel, je moet oh. wel weten. Maar wat? Je ziet het niet. Want ze waren gewoon prachtig, vreselijk mooi opgemaakt. Ja, een zelf. van ze is al bijna langer dan tien jaar in Nederland. Die andere is net pas vertrokken. Ik denk ergens vorig jaar. Maar dus zij zijn nog steeds in de entertainment of niet meer? Die e nee, niet echt zo meer. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, want ze kwamen dan bij ons op kantoor. Moesten zich op gaan maken boven. Ze naar beneden kwamen. Oei. So, het is gewoon helemaal een metamorfose hoe ze eruit zagen. Het was wel mooi om te zien. Maar ja. dus je hebt speciaal voor duscabaret gekozen, zodat je daar naar buiten kan komen? Dat ja, het? dus ik, ik, ik hield al van entertainment. Ik wilde altijd op het podium staan ja, ja. Je, en mensen laten genieten. Maar ik moest mezelf gaan, gaan Gaan vinden, gaan zoeken van ey, wat wil ik precies. Want entertainment is een ruim begrip. Je ja. kan zingen, je kan gaan dansen. Weet je. Ik ben zoveel dingen gaan doen. Ja. Ik heb radio gedaan, ik heb TV <tie> gedaan, alles heb ik gedaan, maar ik vond niks. Ik heb ook een beetje gezongen bij een band, maar ik dacht van nee man, ik kreeg niet zoveel aandacht. Ik wil iets anders. En hoe voelde het toen je eindelijk die mensen kon zeggen van hé, mensen, dit is wie ik ben? Uh, en naarmate hadden ze het. Of zij hadden, ze wisten al lang. Yeah. Maar ik dacht van, oké, okay, ik ga het ik ga nu wereldkundig bekendmaken, yeah, yeah. weet je. Dat was pas in 2017. Toen Zo ik, laat? Ja, want dan uh, was ik al, ik was in cabaret en... Ik vond het leuk, vrouwenkleren dragen. Ja. En het ging snel als een snel train. Ik, ik had direct de leiding om. Die, uh, toen had je Lavabo ook. Mm -hmm. En ik, klopt, ik mocht klopt. de groep een, uh, coördineren die naar Lavabo ging. Ik mocht mijn acteurs selecteren. Ik mocht het verhaal schrijven. En zo is het snel gaan rollen. En je ziet dat ik seksier kan gaan worden. Weet je, ben ik aan mezelf gaan werken. Want ik was niet zo. Hoe was je dan?

Hij ik ruzie met je krijg. Mm -hmm. Ik wou ook van haar trekken namelijk, maar... Okay. <laughs> ik pakte de bij de hoofd, ik voelde alleen maar gespen met haar. <laughs> ik had het niet door, maar goed. <laughs> Anyways. Mm -hmm. um, maar is het dat je bang was om lang hard te hebben, omdat je dan... omdat je iets, iets aan het schuilen was ja, eigenlijk? Ik dacht van, uh, hoe, ga, hoe, hoe wil ik door het leven gaan eigenlijk? Als wie, als, als een man, als, 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 als een vrouw of wat iets, maar... Ik vind, me, ik voel me juist prettig zo. Ik kan niet meer als, als cello over straat. Cello. Ja, dus je hebt cello toch? Ja, ja, is dat je oh, geboren, oh. Is De naam die... <laughs> dus je hebt Sally, dus die werd ik ja, Sally, Ik weet het niet, misschien heb het, soms, soms uh, uh -huh. Wat is je, de naam die je hebt gekregen toen je werd geboren, als ik vraag? Rubesh. Rubesh. Rubes. Uh -huh. Is ver van Sally. Ja. Hoe ben je op Sally gekomen? Boy, dus, ik weet niet meer, dus op een dag moest ik... Toen ik naar douche kwam, moest ik een naam bedenken. Van, Hoe wil je heten? Dus ik dacht: van, Oké. Okay. Ik dacht aan. aan, aan ik, zag, ik zag een film, no? maar. En, maar ik had toen een rol van een, een meisje die niet zo 100% was. Mm -hmm. Een meisje met een beperking. Dus ik had haar naam in mijn hoofd. Dus ik zei: Oké, okay, dan maar. Okay. Je, en het is gebleven tot nu. Ja, dat is een leuke naam. Dat is een goede naam. Um, maar toen je, als, als, uh, toen je opgroeide, vond je mm -hmm. dat je dan. Uh, Geen overcompenseren om extra macho te zijn? Ja, op een gegeven moment wel. Want en, uh, ik moest erbij horen. Je, en uh, niemand mocht iets opmerken. Weet je, weet je, dan ga je ook meedoen met de moeder. Weet je, die jongens gaan bippen. Dat ga ik ook. Ja, ja, ja. was minder bang, maar hij moest me zorgen, Maar als je die. Kijk naar die vrienden van toen. Zijn ze nog steeds geweest? Ja, Gebleven? Mm -hmm. Dat Is toch prachtig? Maar die moesten stiekem. Ja, ze weten het. Nee, maar daarvoor uh, moesten ze weten van, nou, Ja, dus goed. soms zeggen ze me van, zang, ik verander. Maar ik kan je geen Sally noemen Want voor mij blijf je Rubes, zeg maar. Dus oh, dus je hebt wel nog een groep die je zo noemt. Ja, dus okay. als een, iemand me zo noemt, bijvoorbeeld op, op Facebook of wat. Van, eh, Bes, hoe gaat het? Dus dan weet weten is het iemand die me al heel lang kent. Ja, dus ja, En nu zeggen ze, ah nu moeten we betalen om je te komen zien. En dat is... Je komt niet eens meer. Weet je. Maar ik, ik, het leven is nu anders. Iedereen heeft zijn eigen leven. Dus. Was je um, toen al die grappenmaker in de groep? Mm -hmm. Altijd al. Uh, altijd al. En altijd. op school ook altijd. Maar hoe waren je jokes toen? Was het gewoon ook dat je hey of. Nee, dat is. Was je eerst van. Ui, dat kan maar Wang koffie. Oké. Maar ik kon altijd mensen nadoen. Ik vond het altijd leuk, weet je. Dus. Ik was altijd de gezellige in de groep. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En ook in de klas neem ik aan. Mm -hmm. En het werkt ook. <laughs> ook tijdens een, 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 een bevalling zo. Yeah. Soms zei ik in de kamer: mevrouw, kom, je moet drukken. Soms zegt die vrouw kijk naar je poli. Ik zeg: kijk naar je poli. Zo die, denk ik, maar ik kan van mij niet zien. <laughs> geweldig, geweldig. Die dingen. Dus als ik kom in de kamer en ik zie: je moet, je moet hard drukken, weet je, die dingen. Weet je dan. Vragen ze altijd, maar kunnen we op de foto? Ik zeg straks, als die baby er is. Echte? Ja, dan gaan we foto's maken. Papa is soms ook blij. Ik dacht, meneer, je moet naar je vrouw kijken. Oh. Want die, die man begint: hey Sally, uh, je bent. Ik ja, ik ben het, maar laten we eerst haar helpen. Dan gaan we straks praten. Ja, maar het is niet echt de mooiste foto die je van die vrouw meestal kreeg. <laughs> Geweldig. Is er een. Als je terugkijkt naar um, hoe iedereen mee bent omgegaan vroeger. Maar voordat je uit de kaas bent gekomen, mm. zou je het anders hebben aangepakt als je nu terugkijkt? Of ben je blij nee, hoe het is gegaan? Ik ben van? blij van hoe het is gegaan. Dus niet dat je van binnen mm. een soort wrok hebt? Oh nee, ik dat? heb geen wrok en, en uh, ik werd gelijk geaccepteerd. Ik heb mijn ouders wel niet kunnen zeggen, maar ik, 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 ik heb geen ouders meer, maar ik had ze niet kunnen vertellen. Maar ik denk wel dat uh, ze het wisten. Maar uh, ze zouden het ook niet erg vinden. 100% wisten je ouders het? Ja, ik denk het. wel. Ouders kennen hun kinderen het mm. best. Maar ze hebben me nooit, een, zoals ik nu hoor, van ja, vader is boos, vader heeft die buiten gezet omdat die zo'n meisje meisje doet. Maar die vader houdt wel van die dingen van Sally. Raar is dat hè? Uh, maar van hun eigen kind niet. Weet je, ze worden gestraft, ze worden gepest en dat vind ik een beetje raar. Is er iets dat jij uh, jongeren in die situatie zou kunnen zeggen, hoe, hoe ze ermee om kunnen gaan eigenlijk? Ah. Ja, kijk, uh, ieder mens is anders. Je hebt mensen die heel zwak zijn. Kijk, als ik ook zwak was misschien, dan zou ik allang uh, misschien niet... Het moment dat je uh, jezelf niet kan beheersen, dan ga je gekke dingen doen. Dus aan deze jongeren zou ik willen zeggen, blijf gewoon jezelf. Mm -hmm. Doe vooral je best op school. Want het is niet is zo prettig om, om geen goede baan te hebben. Of geen, weet je, dan... Het moment, kijk, nu ik... Niemand kan me zeggen, ah, je ja, deed weer meisje, meisje groot zitten, maar... Als je een goed baan een goede werk hebt, je hebt iets berekend de maatschappij, dan kijken ze weer anders naar je op. Maar denk je dat het moeilijker voor ze gaat zijn als ze dus op jonge leeftijd uit elkaar komen? Het traject? Het, uh, je moet het tijd geven. Toch wel? Je moet het een tijd geven. Uh, ik weet dat uh, elke ouder het beste wil hebben van hun kind. Dus nu, ja, nu zijn we wat in een andere tijd. Ja. Er zijn ouders die het begrijpen, maar je hebt nog ouders die. Bij de tijd zijn blijven stilstaan. Weet je. Ze, ze kunnen het soms niet verwerken: van, is mijn kind zo? Is er een, is er een groep dat. Um, is er niet misschien een idee dat er dan een, een groep is dat zulke. Dus in privé, zulke kinderen of zulke jongeren opvangt om gesprekken met ze te voeren? Misschien een lijn of zo van: hey, uh, ik heb dit soort gevoelens, maar ik kan niet uiten. Dat ze misschien een praatgroepen hebben of zo. Ik, ik weet niet, als er praatgroepen zijn of als er. Als er, als er uh, mm, ja, Is het misschien geen idee om zoiets op te zetten? Of heb je geen aspiraties daarvoor? Als ik weet, uh, je bent in mijn omgeving, of ik, mm. ik ken je goed, ik ken je ouders goed, dan, dan doe ik dat wel. Ik ken heel veel jongeren die ik zie ze opgroeien en ik zie ze al zo een meisje-meisje doen. Yeah. motiveer ik ze altijd. Ik praat altijd tot ze. Och, ik, ken wow. ook heel veel, uh, ik ken ook heel veel op Facebook die soms een beetje over het op willen maar. doen. <coughs> dan. Als ik ze goed ken, dan stuur ik ze wel een bericht, hey, let daarop. Ik heb ook heel veel collega's, die zeggen van, je hoeft niet een, uh, zo te doen. Als een jongen je leuk vindt, zal die jongen zelf naar je toe komen. Je hoeft niet op je hoofd te staan. Geweldig. Is er iets dat je wil meegeven aan de mensen? Want ik word daar gewend dat ik moet afronden. Waarom komen ah. net erin? <laughs> we zijn aan het einde. Ja, 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 ja. ja, dus uh, welke mensen? Hm? Welke ik weet het is, is dat je wil meegeven aan de mensen die luisteren? Ja, en de zou show ik, misschien ja, op, ik wil ze allemaal op de eerste bedanken voor hun support. Mm -hmm. weet je? want uh, Zonder hen of zonder, zonder de mensen, dat maakt niet uit als je van me houdt of als je, je niet van me houdt. Uh, ik wil ze allemaal uh, bedanken voor de support. Want zonder was ik niet, had ik dit niveau niet bereik en zo. En natuurlijk uh, wil ik jou ook bedanken <laughs> voor de gelegenheid. <laughs> nou, nou, ik ben heel blij dat je bent gekomen. En uh, nou hier, laat me het goed zeggen. Mm. En uh, <laughs> jij laat me andere dingen. Andere dingen <laughs> ik ben nog niet. Okay. <laughs> <laughs> dat is goed. En nee, ik ben blij dat je naar je bent gekomen, mm. broeder. Je vrouw gaat zeker kijken naar deze aflevering. Ja, dat is moeilijk, broeder. Je moet celibellen, je moet celibellen. Maar ik ben heel blij. En ik denk dat. Uh, ik ben ook een beetje gaan graven naar de, materi de materialen mm -hmm. die je hebt gepresenteerd. Of het werk dat je hebt gedaan. Zo was ook ik dure woorden. Maar ik heb gezien dat je verschrikkelijk geliefd bent. En je moet het niet onderschatten. Ik denk dat je misschien moet gaan wennen aan een beetje camera shit. Mm -hmm. Om jezelf meer naar buiten te brengen. Want als je 400.000 hits bijna haalt. vanuit Su. is niet makkelijk. Het is helemaal niet makkelijk. En je moet het echt beseffen. Je, 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 je kan het. Je kan echt naar grotere hoogte gaan, ook in het buitenland. Ik ja, denk ik moet... dat, je, dat je het in je hebt. En ik wil het graag. Ik zie graag dat surinamers doorstromen, eerlijk gezegd. Jij ja, gaat erop letten nu. Ik ga anders ernaar kijken hoe je het hebt gezegd. Dan ga ik, uh... Je moet het zeker doen. En alles in het kleine sketches: dat je gewoon los erin. Je hebt genoeg humor in jezelf om gewoon iets geks te doen. Alles één keer in de week. Dan, dan gooi je gewoon iets van alles in 30 seconden maar dan gaat het steeds meer naar buiten komen en dan gaat men ook zien hoe goed je bent want je bent verschrikkelijk goed. Ja. Yeah. Ja. In ja. comedy, de rest weet ik niet. Maar goed. dank <laughs> <Nesse, laughs> Dankjewel <laughs> voor het luisteren en kijken. En tot de volgende keer. Oké. Okay. Hey, ik hoop dat jullie hebben genoten van de podcast en als het echt zo is geweest, ga alsjeblieft online, ga op YouTube, share, like, subscribe die op Facebook. We zijn ook op Anchor FM, Spotify. We kunnen alle steun gebruiken zodat we lekker door kunnen gaan met het produceren van dit lastig programma. D -A, baby. Let's talk.